Oh. Oh, we gaan die kant kijken. Goedemorgen, welkom bij de weekvlog. Ik hoor van alles hier buiten. En eindelijk zijn ze onkruid aan het wieden. Kijk. Goedemorgen Jaden. Goedemorgen. Is het lekker? Goedemorgen Levi. Zo, het is inmiddels, hoe laat is het? Bijna 1:30. Zo laat al. Ja. En Jaden die slaapt nog. En Levi die slaapt ook lekker. Als Jaden zo wakker is, dan gaan we even naar de stad. We moeten nog een pakketje van Ziggo even terugbrengen. We moeten de klossen eigenlijk nog terugbrengen voor onder het bed. Ik denk dat we dat morgen gaan doen. Ja, we gaan gewoon even lekker de stad in. We moeten nog een thermosflesje halen voor onderweg, voor de goederen van Levi. Ik heb net eventjes de badstofhoes om de maxicosi gedaan. Het lijkt me wat lekkerder zitten dan dat stofje met die hitte. En ja, we gaan gewoon lekker naar buiten, want het begint alweer heerlijk warm te worden. En dan is buiten zijn toch wat lekkerder. Even lekker een ijsje eten denk ik of een terrasje pakken. Dag allemaal. Wij zijn nu in de garage in de stad. We gaan even lekker de stad in. Het is veel te warm. We hebben hier de doos van de Ziggo. Van onze Horizon box die stuk was. Die gaan we nu eerst terugsturen. Hi. Hi. Een ijsje eten. Gaan we in de stad een ijsje eten? Ja, ik hoef niet op te doen. Je hoeft niet naar bed toe. Nee, je bent naar bed geweest. Heb je lekker geslapen? Ja. Mooi zo. En wie heb je bij je? Wie is dat? Mickey. Dag allemaal. Dag. Wij zijn in de auto. We zijn nog maar eigenlijk 2 uurtjes verder dan waar we net waren. Maar wij gaan nu, waar gaan we naartoe Jaden? Op een bloemen! Ja, en Levi is ook voor het eerst mee. Dus die maakt nu voor het eerst de grote oversteek naar het zuiden. Naar het Brabantse land. Ja, dus nee, wij gaan daar deze week vertoeven. Dus lekker stukje rijden. Goedemorgen allemaal, let niet op mijn haar, dat zit niet. Het is een stralende dag, dus ik zal het even laten zien. Oeh, kijk nog mooi. Maar ik ga nu even douchen en laten we de dag dan maar echt beginnen. Hey Levi, wat is het allemaal hè? Zijn jullie in de supermarkt? Inbox meer. Hoe gaat het? Gaat het goed? Kun je nog wakker blijven? Ja? Gaat dat wel? Hey, opa moet even een pakketje versturen. Wat moet ook gebeuren? Ik ga vanavond muziek luisteren. Oh ja. Ah, nou. Heeft ze dat ook alweer verklapt? Vind je dat wel leuk? Jaden, is het lekker ijsje? Ja, we hebben ook een ijsje. Ik heb zin in. Is er goed weer voor? Ik ben nu eventjes aan het bellen met de Walt Disney Company. Want mijn booking reference number kan niet gevonden worden. Dus dat is een beetje gek. En dan kan ik hem dus niet linken aan de My Disney Experience app. En kan ik dus niks. Dus even kijken. Nou, ik kom net van de telefoon af met de Disney World Company. De eerste telefoonnummer was niet goed. Althans, zij konden mij niet helemaal helpen. Dus ik heb een ander telefoonnummer gekregen. Die konden mij wel helpen. En nu staat de reservering er gewoon in. Disney Pop Century Resort.
Dus ik ben blij en dan kan ik nu lekker genieten van mijn worstenbroodjes. 20 centimeter, Brabants worstenbrood. Dag allemaal, zijn we weer. Wij gaan nu naar het Koninklijk Luchtmachtkapel tijdens de vierdaagse feest hier in Kuik. Heel even, dat is toch ook niet handig om je tankdop af te plakken? Nee, kom niet handig. Kom een fietsers aan. Kom Jay. We gaan dus nu daarheen. Gaan we daar even een avondje kijken. Goedemiddag, we hebben vandaag nog niet gevlogd. Dat is wel heel erg eigenlijk. Maar we hadden een hele rustige woensdag is het nu. Het is vakantie, hè? Dan ben je gewoon de dagen kwijt. Maar we gaan vandaag barbecuen. Ondanks dat het niet echt super weer is. Maar kijk, ik heb vanmiddag weer satéetjes moeten maken. Dus is dat jouw tent? Hi. Hey. Lekker broodje eten in de tent. Noodweer. We zitten hier lekker met z'n allen te kijken wat voor... hoe erg het buiten tekeer gaat. En het gaat echt flink tekeer. Oh. Oh, we gaan die kant kijken. Oh. Hallo. Ik wou zeggen, kijk een ijskraam, maar dat hoeft nou niet. Nee. Het is... ik schoot in de klik. Het is nu donderdag alweer. En wij zijn even alleen op pad met deze kleine meneer. We gaan samen met een vriendin van ons gaan we even wat eten in Venlo. Zelf ook nog even rondkijken in Venlo. Jaden is met zijn opa op stap. Dus nou, allemaal een hele leuke dag. Wat, hij maakt een herrie? Nou, we zijn nu in Venlo. En hebben we de buggy mee. Ze zitten de adapters nog bij mijn schoonouders in de auto. Dus dat is heel handig. Ik kan daar niet op. Nee. Dus dan maar zo. Gelukkig is hij nog niet zwaar. Nee. Niet zo zwaar als zijn broer. Dus wij gaan nu heel even snel bij de Primark kijken, denk ik. Ja, en dan gaan we een lekker lunchen. Precies, ik heb al trek. Trek? Ja. Zo schattig. Het regent een beetje buiten, dus we wachten nog even. Oh, niet normaal. Ben ik blij dat we nu even binnen staan? Nou, dan doe nog een rondje. We zijn nu bij Burgers and Beers. Klaar om een lekker hapje te eten. En ze hebben een nieuwe kaart, zag ik net. Dat is echt mooi. Heel goed. Beste burgers van Venlo, hè? Bier. Wat een bierkaart hebben jullie. Zo. Beers en burgers. Oeh, shakes. Oh. Dat ziet er echt wel heel lekker uit. Ha! Nori. Welke burger gaan we nemen? Dit is ik neem de burgers en beers. Met cheddar kaas, gebakken ei en bacon.
En als toetje? Een shake. Een shake. Jaden, waar gaan we naartoe? Naar soldaatjes kijken. Ja, naar Nijmegen. Nou, naar de Vierdaagse, hè? Ik heb niet. Nee, papa niet. En hier is mijn andere kleine man. Oeh, kijk je boos. Kijk maar, Jaden. Vierdaagse lopers. Goedemiddag allemaal, het is nu iets voor 12. Ik ben onderweg naar Nijmegen Centraal. Want ik heb vanmiddag een repetitie met een paar vrienden voor een bandoptreden. Dus daar ga ik nu zo heen. En ja, ik neem jullie mee en Sin neemt jullie mee naar de Vierdaagse. Nou, zoals jullie kunnen zien, het is een beetje druk hier in Nijmegen. Iedereen wil natuurlijk zien hoe de lopers weer binnenkomen. Maar... het is een beetje een kleine chaos. Een jongetje, dat ben jij. Zo. Even een lekker avondwandelingetje met deze kleine man. Het was druk thuis. Jaden die heeft bijna niet geslapen vanmiddag. Dus die is heel actief. Laat ik het zo noemen. En Levi had wat last van krampjes. Dus ik ben even lekker met hem op pad. Even papa van de trein afhalen.